Sam schreef me al vandaag de oefenpot tegen SC Cambuur. Wat was het belangrijkste van jullie vandaag? Nou, we hebben de afgelopen week getraind op druk zetten. Ik denk dat we dat goed hebben gedaan en dat we weinig hebben weggegeven met een goal uitstand situatie. Dus nee, daarover zijn we heel tevreden. Ja, het is een beetje een rare situatie. Eventjes een paar weken vrij en dan nu weer aan de bak. Hoe is dat? Ja, ik denk dat we er met z'n allen wel aan toe waren, een paar dagjes vrij. Dus die hebben we met z'n allen ook al goed gepakt. En een paar jongens zijn op vakantie geweest. De jongens hebben familie opgezocht in het buitenland. En nu weer fris om te beginnen. Dus ik denk dat dat alleen maar goed is. Ja, wat heb jij gedaan in die periode? Ik heb helemaal niks gedaan. Lekker op de bank gelegen thuis. Ook gewoon met mijn moeder thuis. En een beetje chillen. Soms een keer naar een vriend toe. Eigenlijk vrijwel niks. En de hond erbij natuurlijk. De hond. En die kan niet meer lopen zoals ik al zei. Dus die hebben we niet uitgelaten. Precies. Vandaag was het tegen Cambuur. Wat ging jij goed vandaag? Nou, ik denk dat we de eerste helft vrij aardig voetbalden. Alleen jammer dat die tegengoal vrij snel komt. Maar ik denk dat we goed veldspel op de mat legden. Vaak onder druk vandaan speelden. En eigenlijk de bovenliggende partij waren in de eerste helft. Jammer dat je dan die 1-0 met 1-0 de rust in gaat. Ik denk dat de tweede helft niet veel verandert. Ook een beetje hetzelfde beeld. En gelukkig maken we dan nog gelijk. Tweede helft kwam jij in het veld. Als je persoonlijk terugkijkt, een goaltje gemaakt. Tevreden mee? Ja, ik denk dat ik prima inviel. Een paar ballen afgepakt. Sammy gezocht, goaltje gemaakt. Dus ik ben wel tevreden. Ja, je staat er ook lekker fel op. Ja, sowieso spelen ben ik wel. Dat moet ik altijd wel doen. Dat is een beetje een standaard van me. Dus ja, dat moet ik altijd volhouden. Ik had iets mindere fase de afgelopen paar weken terug. Ik denk dat ik het nu weer op heb gepakt en op de goede weg ben. Ja, wat is jouw doel voor de komende weken, maanden? Ja, ik wil zoveel mogelijk blijven spelen. Een keer weer basis, zou leuk zijn. En gewoon mezelf weer laten zien. En dan kijken we hoe het verder gaat. Dus conclusie, gewoon rustig meer verder mee gaan waar je mee bezig bent? Ja, precies. Gas blijven geven. Elke dag beter worden. Elke dag leren. Jezelf blijven ontwikkelen. Ik denk dat het belangrijkste op deze leeftijd. Ja, volgende week voor het Echi Roda JC uit. Kijk je daarna uit? Ja, zeker. Weer voor de punten gaat het weer echt om en daar heb ik zin in. Ja, Roda is een bekende tegenstander. Natuurlijk in het bekertoernooi ook al gehad. Wat voor soort tegenstander is dat? Ja, in het bekertoernooi hadden we het lastig tegen hun. Helemaal de eerste helft. Ik denk dat ze een vrij aardige ploeg hebben. Ze staan ook best wel hoog op de ranglijst volgens mij. Dus met onze kwaliteiten moeten we daar gewoon voor kunnen winnen. Hoe dan ook. Dus daar hoeven we geen zorgen te maken. Zolang we maar gewoon ons niveau halen. Top. Succes komende week. Dankjewel.